Bewegen en sporten is goed voor de mens. Dat weten we allemaal. Maar hoe is het nu als je misschien wat ouder wordt of misschien last hebt van je hart of je longen of zoiets? Ook dan blijft bewegen natuurlijk heel belangrijk. En daarvoor kunt u misschien wel eens hier terecht bij de Hartgym. Die bestaat maar liefst 30 jaar al. En bij mij heb ik de heer... Blonk, Bert Blonk. Bert, jij bent een van de mensen die hier al een hele poos bij is, hè? Ik ben er al 30 jaar bij, dus vanaf het begin zijn wij erbij. En we zoeken nu mensen eigenlijk om die wat willen bewegen. En daar misschien wat beperkingen hebben, maar toch hier aan hun trekken kunnen komen. Ja. We hebben hier onder begeleiding hebben een fysiotherapeut en we hebben een verpleegkundige. Dus mocht er wat zijn, dan kunnen we proberen in te grijpen. We hebben een AED, is in de zaal aanwezig. En er wordt op de mensen gelet van of ze het kunnen of nog mee kunnen doen. Desnoods gaan ze zitten en gaan ze later weer verder. Dus de ruimte kunnen nemen om zich te ontplooien in ieder geval. En wat in beweging te komen, dat ze toch wat aan hun conditie kunnen doen. Zo'n sportclub, dan denk ik meteen zo van, maar dat is hartstikke intensief. Nou, het hoeft niet intensief te zijn. Dat ligt ook een beetje aan jezelf. De ene is wat fanatieker dan de andere. Bij volleyballen dan hebben we de boel ook aangepast. Hoe begint jullie avond? Nou, we beginnen met een warming-up. Dus, en dat kan zijn wat rondlopen, wat rondspringen of wat dergelijke dingen. Bewegen in ieder geval. Daar gaan we meestal in de spel. Nu zijn we eerst bezig hockeyen. Kan zijn dat we dadelijk gaan volleyballen of kan zijn dat we voetballen doen of basketbal of korfbal, maakt niet uit. Badminton kan ook al. Dus, en dat ligt gewoon aan degene die dus de leiding heeft die avond en wat die daarvoor ons bedenkt eigenlijk. Maar het is niet alleen voor mensen uit de Veluwe, toch? Nee, het is voor, laten we zo zeggen, maakt niet uit waar ze vandaan komen, als ze maar willen komen. Laten we zo zeggen, het hele land van Kuik is welkom, als het daarom gaat. Als je een keer valt, is dat een mooie manier om de bal te breken. En je kunt vroeg allebei de knieën vastpakken. Ook nog. Het is wel belangrijk dat je dit kent. Net over op de bal. Wordt hij nu echt aanbevolen door de Hartstichting bijvoorbeeld? Ja, want het is opgericht vanuit de Hartstichting, vandaar. Ja. Dus we zijn eigenlijk hip, noemen ze dat, en het is hart in beweging. Dat was eigenlijk de uitgangspunt. En we hebben dan later zijn er wat mensen met long, diabetes en dergelijke, die komen er ook bij. Ja. Maar ja. Jullie hebben nog plek voor andere mensen, hè? Even ter verduidelijking. Jullie zitten hier op donderdagavond in het Kristal. Welke tijden? We hebben donderdagavond en dan hebben we van 7 tot 9 zijn we hier in de zaal aanwezig. En hoeveel mensen kunnen jullie ongeveer herbergen hier? Als we meer mensen krijgen, dan gaan we het in twee groepen splitsen. En dan hopen we op een 30 man te kunnen herbergen. Dus 15 in de eerste groep en 15 in de tweede groep bijvoorbeeld. Ja. En we zitten er nu op een man of 18. Okay. En als mensen nu denken van ja, ik wil dat misschien wel, maar ik vind het toch ook een beetje spannend zo. Zo'n vreemde groep en ik ben niet zo gezond. Kunnen ze bijvoorbeeld een paar keer een proefles krijgen of zo? Ze kunnen een paar keer een proefles krijgen, dus ze mogen rustig een week of 3-4 meedoen. En dus gewoon kijken, of kom gewoon kijken of het je bevalt. Ja.
kunnen mensen meer informatie vinden over deze hartgymclub? Bij mij. Ze kunnen mij bellen. En het telefoonnummer is dan 0485-321-221. Daar kunnen ze me bereiken. En dan, ik nodig ze meestal uit om hier donderdagavond zelf te komen kijken. En dan kun je ook zien wat er gebeurt. En dat is, daar kun je beter door het zien. Als zo uitleggen, dan kun je het niet vertellen eigenlijk. Oké, okay. Nou, dankjewel voor je tijd. En je wordt gemist in je team, denk ik, hè? Want ze staan achter. We zullen zien wat er gaat gebeuren.